Goeiedag. Wij gaan een update van 10 april 2020. Vandaag met aandacht voor de status en informatie over het coronavirus in de regio Haaglanden. Waarin we natuurlijk met z'n allen nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven. En wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling in de regio. Het landelijk aantal positief geteste personen is gestegen naar 23.097. En het aantal ziekenhuisopnames is ook gestegen tot 8.897. Het aantal overleden personen is gestegen naar 2.511. En hoe is de situatie nu in onze regio per gemeente? Wij gaan treft u de kaart en het overzicht. En de aantallen die zijn wederom gestegen. In Wassenaar op dit moment 7 personen opgenomen in het ziekenhuis. In Den Haag 180. In Rijswijk zijn dat er 16. In Westland 39. In Zoetermeer 33. In Leidschendam-Voorburg 16. In Pijnakker-Noodorp 17, in Delft 35 en in Midden-Delfland 3. En het totaal aantal is daarmee gekomen op 346. En nogmaals, deze cijfers zeggen helemaal niets over de hoeveelheid mensen met corona. Ten overvloede de volgende richtlijnen. Hoe weet u of u het coronavirus heeft? Heeft u meer dan 38 graden koorts en moet u hoesten en ademt u moeilijk? Blijf dan, maar bel de huisarts. We zouden graag een interview afnemen met een beleidsbepaler. En als het goed is, krijgen we op Skype nu Robert van Asten. Goeiedag, in de regio zijn er tal van initiatieven. En een van die initiatieven is het uitgeven van boeken. Ja, de vraag is natuurlijk, wordt er nog zoveel gelezen? En u blijft in ieder geval thuis. Dus een beleidsbepaler op dat gebied is wethouder Robert van Asten. Hij is wethouder in Den Haag. En Robert, hartelijk welkom. Ja, allereerst moeilijke tijd voor jullie op dit moment? Absoluut. Er speelt natuurlijk ontzettend veel in de stad en in de hele regio. Als het gaat over wat niet allemaal gesloten is, de volksgezondheid, de economie, de cultuur niet in de laatste plaats. Het ligt allemaal stil en we maken ons er flink zorgen over. Ja, je hebt nu een initiatief genomen om, laten we maar zeggen, de bibliotheek een nieuw leven in te blazen. Of moet het anders zien? Waarom dit initiatief? Nou ja, ook de bibliotheken moesten natuurlijk sluiten voor de veiligheid. En daarnaast zijn we gelijk gaan denken van wat kunnen we nu doen om al die leden van de bibliotheek nog wel per willen te zijn. Om wel te zorgen dat ze boeken konden blijven lenen of dat taallessen door konden gaan. Want de bibliotheek is immers zoveel meer dan alleen maar boeken lenen. Nou, dat is online gelukt. Dat hebben we heel ruim opgepakt. Deze week is ook gestart met de app De Thuisbieb. Daar kunnen ook niet-leden kunnen die app downloaden en op die manier hebben ze toegang tot meer dan 100 boeken. Maar ja, we kwamen daar ook achter. Er is een groep die leest gewoon niet via de iPad. En dat zijn veel ouderen, niet alle ouderen. Sommigen zijn ontzettend technisch onderweg. Maar er is een groep die normaal wel de boeken haalde bij de bibliotheek. En dat nu dus niet kan. En daarom dachten we, daar moeten we iets aan doen, daar moeten we iets op verzinnen. En hoe kunnen we dat nou veilig doen? En vanaf volgende week gaan we starten in Den Haag met het thuisbrengen van boeken op een zo veilig mogelijke manier. En dan ook nog die leeftijdscategorieën. We horen heel veel over leeftijdsdiscriminatie. Jullie kiezen er alleen voor om mensen boven de 70. Waarom die leeftijd? Want er zijn 60ers die ogen als 80ers, maar er zijn ook 80ers die ogen als 60ers. Ja, het is een nogal arbitraire grens dat wij bij 70, dat we daarvoor hebben gekozen. Dat is ook wat het RIVM eigenlijk gebruikt als vanaf daar is het de risicocategorie. Nou, die hebben wij dus voor nu eventjes aangehouden. Omdat dat toch vaak de kwetsbare mensen zijn. De mensen die bijvoorbeeld in de categorie van 60 plus zitten, die eigenlijk ook al niet naar de bibliotheek konden komen. Daar hadden we het Boek aan Huis initiatief al voor. Dus die mensen zullen vaak al geholpen worden. Kijk, ja, mochten er uiteindelijk hele schrijnende gevallen zijn, belt u dan gerust de klantenservice van de bibliotheek. En dan kijken we ook hoe we u daarbij ter wille kunnen zijn. Maar wordt er nog veel gelezen eigenlijk in zijn totaliteit? Ja, uiteindelijk wordt er nog steeds ontzettend veel gelezen. De bibliotheek wordt ook steeds populairder. Maar het is met meer dan alleen boeken uitlenen. E-books en gewone boeken vormt een deel daarvan. Maar heel veel mensen komen ook naar de bibliotheek om daar te studeren, om daar te lezen, om daar onderzoek te doen, om daar taalkursussen te volgen, om daar cultuurlessen te volgen. Er gebeurt ontzettend veel. De bibliotheek is echt helemaal veranderd. Ja, en de bibliotheek staat eigenlijk weer te trappelen om alle vestigingen open te gooien zoals het dadelijk weer kan.
En daar kijk ik echt naar uit. En de enige manier om dat snel voor elkaar te krijgen is als we zelf met dit mooie weer toch vooral de aanwijzingen van het RIVM blijven volgen. Dus ook in dit mooie paasweekend moeten we er echt voor zorgen. Blijf zoveel mogelijk binnen. Zoek de drukte niet op. Alleen dan hebben we zo snel mogelijk dit virus weer onder controle. Nou ja, kijk, ik wens sowieso iedereen een hele fijne Pasen, zeker in deze moeilijke tijd waarin we ook niet bij elkaar kunnen zijn. Denk dus aan elkaar, bel elkaar nog eens een keertje extra op of stuur een kaartje of een bloemetje. We moeten het in deze tijd, moeten elkaar toch extra proberen dat contact te zoeken om elkaar er doorheen te slepen. En doe dat niet alleen bij je familie, maar kijk ook eens om naar je buurman of je buurvrouw. Zelfs al heb je die wellicht nog niet zoveel gesproken. Dit lijkt mij het uitstekende moment daarvoor om daaraan te gaan werken. Dus fijn Pasen. Oké, Robert, dank voor je bijdrage en heel veel succes met het mooie initiatief. Dankjewel, Tom. Ah, nu wordt het al, het is op dit moment prachtig weer, maar laat u toch niet verleiden. Maar blijf gewoon thuis in de tuin of op het balkon en mijd contact met anderen. U heeft het veel gehoord, maar wij zeggen het nog ook met de Pasen. Houd vol! Tot zover de update van 10 april. Heeft u nieuws, tips of een muzikale bijdrage, dan kunt u ons mailen naar info@regionieuws.tv. En wij gaan eruit met een muzikale verstrooiing. Met Pasen ontbreekt het bezoek aan de Matthäus Passion. Maar de Haagse Cultuurkring zorgt voor een bijdrage van Bach. En daarmee wens ik u hele fijne paasdagen. En graag tot de volgende keer weer. Thank you.